weer een gratis online gitaarles van gitaarcursus.com. Dit is een les uit de serie van 20 liedjes die je kan leren spelen met 3 akkoorden. We gebruiken bij dit liedje weer de akkoorden A, D en E. Is het nou zo dat dit het eerste liedje is wat je toevallig hebt aangeklikt en je weet nog niet wat deze akkoorden zijn? Kijk dan even bij de lesindex en dan onder het kopje akkoorden. Dan zie je staan de 3 lessen voor de A, de D en de E. En als je denkt, van, nou die kan ik al een beetje spelen, maar de wisselingen van de akkoorden onderling gaan nog niet zo goed. Kijk dan ook weer even bij de index van de gitaarlessen onder het kopje akkoordwisselingen. En daar staan ook een aantal lessen in die dit behandelen. Nou, denk je van, hé, dat lukt allemaal wel goed, de A, de B en de E te spelen. Dan gaan we zo meteen naar de close-up kijken. In de close-up speel ik het altijd net even wat langzamer dan het uiteindelijk bijvoorbeeld op je cd of via YouTube te horen is. Kan je dit dan straks spelen nadat je het goed geoefend hebt? Dan zou ik zeggen, speel het gewoon mee met wat je thuis hebt liggen of wat je op internet hoort. En dan kan je precies met deze akkoorden het meespelen. Het enige verschil is dat wij zo meteen beginnen met het leren van het couplet, dan het refrein. En sommige versies op internet, daar spelen ze eerst het refrein, dan beginnen ze met het couplet en dan weer het refrein. Maar als je uiteindelijk dit geoefend hebt, dan herken je dat wel, dan is dat geen probleem. Maar ga gauw met me mee naar de close-up, dan kan je zien wat ik precies met mijn linkerhand doe. Het liedje wat we nu doen heet, denk ik, volgens mij heb ik net helemaal vergeten te zeggen, dat is Bye Bye Love van de Everly Brothers. Maar dat zag je natuurlijk al staan in de titel. En we beginnen zo meteen met een A-akkoord. En ik speel met mijn rechterhand gewoon een makkelijk slagritme. Als het allemaal lukt, kan je zelf er een moeilijke slagritme van maken. We doen eerst het couplet. There goes my baby with someone she sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye the romance that might have been. Oké, nu heb je goed kunnen zien wat ik met mijn linkerhand deed. Dus ik wisselde van de A naar de E en terug. Op een gegeven moment van de A naar de D, van de D naar de E en van de E weer naar de A. Als je dit kan, dan gaan we verder met het refrein. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet cares, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, bye bye. Dit was alweer de close-up voor de Everly Brothers, het liedje Bye Bye Love. Ik heb nu 1 couplet en 1 refrein gedaan. Natuurlijk zijn er meer, maar omdat het elke keer hetzelfde is, hoeft dat niet in dit filmpje, want dan duurt het filmpje te lang. Dus als je het refrein kan en je kan het couplet, dan kan je het geheel uiteindelijk ook spelen. Eigenlijk geldt voor alle liedjes in deze serie van 20 lessen dat je ze via een filmpje zou moeten kunnen leren. Maar als je graag wat extra houvast wil hebben, dat er een lesboek te koop is die bij deze serie hoort. Dus een lesboek voor het leren van 20 liedjes met 3 akkoorden. Dan vind je boven in het menu zie je een kopje lesboeken. En dan kan je die aanschaffen en dan heb je gewoon wat extra hulp erbij. Maar het is dus niet noodzakelijk. Maar voor sommige mensen die vinden het gewoon lekker om het hele liedje toch te hebben met alle akkoorden erbij. Nog even stapsgewijs welke oefeningen je moet doen. En bij elke les staat er dan ook bij aangegeven welke filmpjes je daarbij zou kunnen gebruiken. Dus ook de losse akkoorden, de akkoordwisselingen en dergelijke. Dus het is wel een aanrader, maar niet noodzakelijk. Ik zou zeggen, veel plezier met oefenen. Kan je hem spelen? Speel hem dan lekker mee met YouTube of met je cd. En zoek daarna weer een andere les uit deze serie of uit de andere lessen die op deze website staan. Dan zie ik je graag terug bij een volgende les.